Uitlegvideo's van alle examenonderwerpen gaan naar digistudies.nl. Als het goed is, ken je de termen zwaarteenergie en bewegingsenergie ondertussen. Maar we gaan ze nog even kort bespreken in het kader van veiligheid in het verkeer. De bewegingsenergie is de energie die een object bezit als het in beweging is. In dit geval dus de energie die een voertuig heeft als het rijdt. Als een voertuig met een bepaalde snelheid beweegt, dan zeggen we dus dat het bewegingsenergie bezit. Die hoeveelheid energie kunnen we berekenen door een half keer de massa van het voertuig keer de snelheid van het voertuig in het kwadraat te doen. Dus die snelheid doen we aan het einde in het kwadraat. De bewegingsenergie van het voertuig hangt dus af van hoe zwaar het voertuig is en het hangt sterk af van de snelheid van het voertuig, omdat de snelheid dus in het kwadraat gaat. Best logisch natuurlijk. Je kan je voorstellen dat het veel energie heeft gekost om een voertuig heel snel te laten gaan. Ook kan je je voorstellen dat het meer energie heeft gekost om een heel zwaar voertuig, zoals een vrachtwagen bijvoorbeeld, snel te laten gaan. En energie gaat nooit verloren. Het verandert enkel van vorm. Dat is goed om te onthouden. Als we dus heel veel energie hebben gestopt om een voertuig snelheid te laten maken, dan is dat dus nu omgezet in die bewegingsenergie. We hebben er energie in gestopt om het snel te laten gaan en nu heeft het dus bewegingsenergie. En dit noemen we ook wel de wet van behoud van energie. Oftewel, de energie gaat niet verloren, maar wordt omgezet in een andere vorm van energie. Goed, die bewegingsenergie kan dus ook weer omgezet worden in een andere vorm van energie. Zoals bijvoorbeeld zwaarteenergie. Als we het voertuig met een flinke snelheid, namelijk een heuvel oprijden, dan zal het voertuig veel snelheid en dus bewegingsenergie verliezen en misschien wel helemaal tot stilstand ko komen bovenaan die heuvel. Maar omdat het voertuig nu op de heuvel staat, heeft het zwaarte-energie gekregen. De bewegingsenergie is dus omgezet in zwaarte-energie, en die zwaarte-energie zit nu opgeslagen in het voertuig omdat het een op een bepaalde hoogte staat. Aangezien het dus opgeslagen zit, die energie, en niet per se meteen tot uiting komt, noemen we het ook wel potentiële energie. Het kan namelijk in potentie tot uiting komen. De zwaarte-energie berekenen we door de zwaartekracht op het object keer de hoogte te doen. Dus we krijgen EZ is FZ keer H. En FZ is de massa van het voertuig M keer de valversnelling G. Die valversnelling G is op aarde afgerond 10 meter per seconde per seconde. Voor de zwaarte-energie krijgen we dan dus EZ... Is massa keer valversnelling g keer hoogte h. Hoe zwaarder het voertuig en hoe hoger het voertuig staat, hoe groter de zwaarteenergie. Logisch natuurlijk, hoe zwaarder en hoe hoger, hoe meer energie het kost om het daar te krijgen. Goed, als we het voertuig nu weer van de heuvel afduwen, dan wordt de opgeslagen zwaarteenergie dus weer omgezet naar bewegingsenergie. Zo kan de bewegingsenergie 0,5 keer massa keer snelheid kwadraat, dus telkens worden omgezet naar zwaarteenergie. En dat is massa keer valversnelling keer hoogte. En andersom.